Hier zijn ze dan, de nieuwe A4 Avant en de nieuwe A4 Berlinne. Het is te zeggen, eigenlijk is het de A5 Avant en de A5 Berlinne, want de A4 gaat op in de A5, of de A5 gaat op in de A4, het is maar hoe je het bekijkt. Ik leg onmiddellijk uit hoe dat de vork aan de steel zit, want dat is het eerste van 5 dingen die je moet weten over deze nieuwe A4. Sorry, A5. Kijk, ik lieg niet, hè. Staat er wel degelijk. A5. En hoe komt dat nu? Heel simpel, Audi heeft zijn gamma opgedeeld in even modellen en oneven modellen. Is het een even model, waaronder dus de A4 valt, dan is het een EV. Is het oneven, dan kan je er benzine of diesel in gooien. En dat die A5 opgaat in de A4, dat zie je eigenlijk het best aan de Berlinne. Want de Berlinne, dat is nu eigenlijk een sportback met een vijfde deur. Ja, het grootste verschil, ik weet niet of je het goed ziet op camera, dat zit hem natuurlijk hier. Hè. Hij is langer geworden. 6,7 centimeter langer dan de A4 Berlinne. Maakt trouwens niet uit of het over de Berlinne of de Avant gaat, want ze staan beide op hetzelfde PPC-platform en zijn dus beide identiek in lengte. Hieronder heb je keuze, 2 benzines, 2 plug-in hybrides en een diesel. En als het wat rapper mag, er is ook een S5 met een 3 liter V6 van 367 pk. Jawel. Ja, als ze het in München doen en in Stuttgart, dan kunnen ze in Ingolstadt niet achterblijven. Dus, ook de A5 komt met een gigantisch breedbeeld. Zelfs de bijrijder krijgt een scherm. Ja, het zal nog wel even duren vooraleer we ook effectief met de A5 gereden hebben. Maar wat we er al van weten, dat staat op autogids.be.